Schooljuffen zoals ik. Ja, Nederland staat bekend als een land dat heel voorzichtig omgaat met persoonsgegevens. We hechten aan onze privacy, maar meer gebruik maken van die persoonsgegevens kan ons enorm helpen in het bestrijden van het coronavirus. In Azië worden data wel massaal al ingezet. Van besmette personen worden alle gegevens in kaart gebracht, privé of niet, zoals in deze app die in China wordt gebruikt. So if you get ill in China and you go to a hospital, the hospital will register with the authorities and the authorities will pull your name down from this big database and they have an algorithm that will be able to tell you all the different places that you've been in the last 14 days and all the people that you might have been in contact with. Every single citizen has a code, red, amber or green. Some city, only green, you can drive car in on the road. If you the other colors, you can't drive. Ja, Danny, ik zag dit filmpje op Twitter en ik dacht, wow, dat allemaal kan. Ja. En aan de andere kant dacht ik ook, ja, waarom zouden we dat niet doen? Als het helpt. Ja. Ja. Nou, ja, dat is natuurlijk een vraag die je in de eerste plaats aan een arts moet stellen, of het echt nodig is. Virologen moeten daar met elkaar over in gesprek gaan. Hebben we dat nodig in Nederland? En ik begreep ook dat het RIVM vandaag gezegd heeft van, nou ja, daar is nu geen sprake van, want we zitten op dit moment niet in een fase waarin dit soort apps zouden kunnen helpen. Maar ja, los daarvan, kijk, ik zeg altijd maar, in Amerika is privacy te koop. In China offer je het op voor het grotere goed. Daar is de samenleving belangrijker dan het individu. Ja, en in Europa hebben we denk ik een hele goede balans gevonden tussen wat je individueel mag verwachten van bijvoorbeeld de overheid en aan persoonlijke bescherming. Maar er zijn altijd uitzonderingsgronden waardoor je toch best veel kan. Ja, ik denk dat we dus niet bang hoeven te zijn dat er opeens zo'n app in Nederland komt en dat iedereen hem verplicht moet gaan gebruiken. Maar er is gelukkig wel voor mogelijk. Ja, maar bijvoorbeeld dus hoe ze het doen als je ergens hebt betaald en je komt erachter dat jij het coronavirus hebt, krijgt de winkelier, degene die bij jou in de buurt zijn geweest, direct een appje. Er is iemand bij jou in de buurt geweest die het coronavirus heeft, ga 2 weken in isolatie. Ja, inderdaad. En het verschil is ook wel dat ze in China een app hebben. En dat is zowel je portemonnee als je sociale netwerk in één. Je hele leven zit er ook in. Ja. En dat is men daar ook gewend en dat vindt men ook oké. En het is inderdaad zo, dus op het moment dat er een besmetting wordt vastgesteld, dus je gaat naar het ziekenhuis, dan wordt er niet alleen diagnose gesteld, maar ook je persoonsgegevens worden verwerkt. En ze zijn dan in staat om iedereen te waarschuwen waar je in de buurt bent geweest. Dat is een manier om met het virus om te gaan. Ja. Maar dat doen ze wel, vind ik, op een manier die absoluut privacy-onvriendelijk is. Nou, dat gaat, het gaat echt over de mensen heen. En ik ben echt nogmaals blij dat het in Nederland niet zou gebeuren op deze manier. Maar wie zullen daar vast zeggen, meneer Meekies, gezellig allemaal wat u zegt, maar het spaart wel mensenlevens zoals wij het doen. Nou, dat is nog maar de vraag. Er is wel een rapport uitgebracht waaruit blijkt dat dit soort apps kunnen helpen bij het indammen van het virus. Maar als ik ben geen viroloog, maar wat ik lees is dat wat ze daar eigenlijk zeggen is, we gaan niet iedereen nu preventief binnenhouden, maar we gaan langzaam de samenleving weer proberen op te starten. En we proberen dit soort apps te gebruiken om eigenlijk als iemand besmet is, niet alleen die persoon in quarantaine te plaatsen, maar ook preventief iedereen waar die persoon mee in aanraking is gekomen. Dat zou kunnen helpen. Nogmaals, het RIVM moet op een gegeven moment aangeven of ze daar behoefte aan hebben. Maar nogmaals, ik ben heel erg blij en trots op dat we in Europa leven, dat zo'n app er niet zal komen en dat er privacyvriendelijke alternatieven denkbaar zijn waarbij je hetzelfde zou kunnen doen, maar waarbij je niet al die persoonsgegevens hoeft te verwerken. Ja, laten we al heel even in Rusland kijken, want daar gaan ze ook vrij ver in het loslaten van privacy. And a vast network of facial recognition cameras keeping watch over Moscow is now playing a key role in the battle against the spread of the virus in Russia. Police are using those cameras to keep an eye on those who've been sent to quarantine. They're warning them that anybody sneaking out of the city of 16 million residents would lead to a 5-year jail term. Ja, dat gaat ook wel ver natuurlijk, 5 jaar celstraf. Hoe gaat het eigenlijk in onze omringende landen? Ja, je ziet dat we natuurlijk om ons heen hebben allemaal Europese landen en die zijn allemaal gebonden aan de AVG. En dus we zitten een beetje in hetzelfde privacy-schuitje. En dat leidt tot ontzettend veel creativiteit. Want je ziet onder andere nu een pan-Europees project ontstaan waarbij wetenschappers vanuit allerlei verschillende disciplines proberen zo'n soort app te ontwikkelen als we net zagen in China, maar dan op een privacyvriendelijke manier. Ja, en ik ben heel erg blij dat we in Nederland geen gezichtsherkenning hebben. Dat is in een aantal steden in Rusland al langer het geval. Dus dat is daar al uitgerold. Daar
haken ze nu op aan. En vandaag in het stadsbestuur van Moskou werd ook gesproken over het uitbreiden van eigenlijk de maatregelen die daar zijn. En dat gaat ook over het volgen van telefoonsignalen en echt allerlei technologieën inzetten om mensen te tracken. Ja. Nou, dat gebeurt in Europa niet. Ik heb wel gelezen dat er in Polen een app is waarbij als je in quarantaine bent, je één keer in de zoveel tijd een selfie moet nemen van jezelf vanuit huis, zodat de autoriteiten kunnen zien dat je daadwerkelijk binnenblijft. Maar voor de rest moet ik zeggen, veel creativiteit en heel veel initiatieven, bijvoorbeeld in Duitsland ook, die uitgaan van vrijwilligheid. Dus waarbij een beroep wordt gedaan op mensen van, sluit je hierbij aan als je wilt. En ook mensen controle geven over hun privacy. Want nogmaals, er zijn meer manieren. Ja, in Singapore hebben ze ook zoiets. En daar hebben ze al gezegd van, wij willen wel gratis die technologie, die app delen met andere landen. Dus dat zouden we eigenlijk zo kunnen overnemen en gebruik van kunnen maken. En dat zou volgens jou een goede zaak zijn? Nou ja, dat moet je dus aan virologen vragen of het een goede zaak zou zijn. Maar wat zeg jij gewoon vanuit jezelf? Zou jij het doen? Zou jij er behoefte aan hebben, persoonlijk gezien? Ik zou het doen op het moment dat mijn persoonsgegevens gewaarborgd zijn. Wat je ziet in heel veel van die landen die het nu invoeren, die bouwen een centrale database waar alle locatiegegevens van iedereen verzameld gaan worden. Daar zou ik niet aan meewerken. Ik wil niet dat er een partij, ook niet de overheid, ook niet een toezichthouder is, die van alle Nederlanders die data gaat verzamelen. Dat hoeft ook niet. Je zou het ook om kunnen draaien. Je zou ook tegen de telefoons kunnen zeggen, wij gaan jouw informatie sturen over besmettingen bij jou in de buurt. En je telefoon kan dan op dat moment een waarschuwing tonen op het moment dat jij in de buurt bent geweest op een plek bij een persoon die dat gedaan heeft, zonder dat je dus informatie krijgt over de persoon, zonder dat er een centrale database wordt opgebouwd. En als dat zou betekenen dat we op een gegeven moment naar buiten kunnen gaan, nu moeten we allemaal binnen blijven, maar stel dat op een gegeven moment het bericht komt van, het langzaam kunnen we het leven weer oppakken, maar er is een super privacyvriendelijke app die daarmee omgaat, wordt dus in Zwitserland nu een initiatief opgetuigd, dan denk ik dat ik dat wel zou overwegen. Maar zo bijvoorbeeld, een hele simpele vraag. Als mensen van zichzelf weten, ik heb het coronavirus, ik heb het gehad, zouden bijvoorbeeld artsen het recht moeten hebben om dan in je dossier te zien van deze meneer of mevrouw, ik heb even naar minister Koolmees, zouden de artsen dan moeten kunnen kijken van, ja, je hebt wel of niet corona gehad of nu? Moet dat mogen? Of bedrijven? Nou, op zich, even, de artsen hebben natuurlijk wel toegang tot het patiëntendossier. Maar ook dat is weer met allerlei waarborg en terecht. Hè? En ook niet altijd. Dat is weer make it change, belangrijk, privacybescherming. Maar je weet het te weinig van om daar een zinnig antwoord op te geven. En geeft het ook niet een beetje valse hoop met ons testen hier in Nederland, wat toch niet het hoogste van de wereld is. Mm-hmm. Als je een app creëert met waar mensen besmet zijn of vermoeden van besmetting, dan mis je in mijn ogen nog een hele essentiële. U heeft absoluut gelijk, want voordat je mensen kunt waarschuwen dat ze in contact zijn gekomen met iemand, moeten ze getest zijn. Ja. Moet ze eerst getest zijn. Ja. Debat in Nederland gaat nu heel erg over wat is goed voor de patiënten die ernstig ziek zijn. Maar ik verwacht dat het debat op een gegeven moment ook verschuift naar wat is er nodig om in veiligheid weer te kunnen gaan samenleven. Ja. Maar een andere vraag is bijvoorbeeld werkgevers. Stel je gaat solliciteren, dat deze zaak is allemaal weer een beetje achter de rug en we gaan weer solliciteren op banen. Kan een werkgever dan vragen, meneer, mevrouw, hebt u corona gehad? Nee. Ook niet doen? Nee. Nee, wat natuurlijk wel relevant is natuurlijk wel, dat neem ik het ook over. Op een gegeven moment gaat het ook wel weer delen van de economie aan. Dus nu zijn we gewoon echt bezig met het bestrijden van de virus en de medische kant. En terecht. Maar op een gegeven moment moet je gaan nadenken over wat zou je wel kunnen doen. Erik Wiebes had het over de anderhalve meter economie. Daar moet je wel over na gaan denken, dat zeker. Daar is nu nog te vroeg voor, maar daar moet je wel over na gaan denken. Ja, een ander privacy-vraagstuk is natuurlijk wel die medische dossiers. Hè? Dat vaak als een patiënt eenmaal bij een ziekenhuis komt, dat artsen daar niet kunnen kijken in het medisch dossier of iemand een risicogeval is. Ja. Ja, dat klopt. Dus we hebben in Nederland het landelijk schakelpunt. Dus ik denk dat we allemaal wel eens een keer zo'n formulier onder onze ogen hebben gekregen bij de huisarts of bij de apotheek, waarbij gevraagd wordt, geeft u toestemming om uw gegevens te koppelen aan dat landelijke punt. En vervolgens als je dan bij een andere zorgverlener komt, bijvoorbeeld in een ziekenhuis, wordt opnieuw die vraag gesteld. Mogen wij toegang hebben tot die informatie? Mogen we die uitwisseling tot stand brengen? En dat is een ontzettend mooi systeem met privacywaarborgen. Maar tegelijkertijd was ik toch ook wel trots om te lezen dat vandaag de autoriteit persoonsgegevens zich op het standpunt heeft gesteld dat als iemand bewusteloos het ziekenhuis binnenrijdt, dat men het toch ook dan goed vindt dat die gegevensuitwisseling tot stand komt. Dus ik denk dat die privacybescherming, daar moeten we niet aan gaan moren in crisistijd. Ik denk dat we juist nu moeten staan voor waar we zwijgen voor
voor de verleiding, want nee, de verleiding is er natuurlijk. Maar tegelijkertijd, ik zie de AVG, de wet bescherming persoonsgegevens, of die in de AVG zie ik als een soort blokkendoos vol met bouwblokjes. En we moeten als samenleving moeten we binnen de waarborgen die er zijn en waarschijnlijk ook gewoon gaan blijven, moeten we gaan kijken hoe kunnen we het werkbaar maken. En dat kan gelukkig met en privacy en met oog voor de gezondheid. Het is gezegd. Dankjewel, Dani Mekic. Nederland, de Brabantse huisarts Alfons Olde Lohuis voorspelde 10 jaar